zowel op het grote wereldorde, grote vlak, als ook de wereld in klein om ons heen. En wij worden natuurlijk geconfronteerd met de enorme beperkingen, onze eigen beperkingen en onze houding tegenover de rest van de wereld, waarvan wij dan als soevereine heersers denken te kunnen heersen. En intussen vertrappen we de hele boel. En dat hebben we dus nu zo langzamerhand in de gaten. Denk maar aan de klimaatcrisis en alle ellende die dat met zich meebrengt. Wij ontdekken dus nu eindelijk dat we eigenlijk maar een heel klein onderdeel zijn van het grote geheel. Een klein radertje, dat we daar ook verschrikkelijk afhankelijk van zijn. En wie anders dan de kunst en de kunstenaar kunnen dit verbeelden? Alleen zij, want de kunstenaars zijn eigenlijk de antenne van de werkelijkheid. De kunstenaar is intuïtief, de kunstenaar is gevoelig. De kunstenaar is in staat om een verhaal te vertellen via beelden, via verbeelding. En op die manier ons, de andere mensen, handvatten te geven om de droom van het creëren van een nieuwe wereld en een nieuwe wereldorde, om dat ook dan in realiteit neer te zetten. Dat kan kunst, dat hoop ik dan tenminste. Hè? Want ze geven ruimte om na te denken over een compleet andere wereld. En dat is natuurlijk belangrijk. Het liefst zou ik alle 36 kunstenaars en hun werk willen benoemen. Maar ja, dan staan we vanavond hier nog steeds, dus dat heeft geen zin. Eerste plaats, hoe de mens staat ten opzichte van de wereld om hem heen. Hoe verhoudt hij zich ertoe? Daar zijn een aantal soorten manieren van kunst die nou een voorbeeld daarvan zijn. Bijvoorbeeld, hoe gebruik je kleur om de werkelijkheid te beschrijven? Alleen via kleur. Of ga eens op die knie zitten en bekijk eens van straatniveau wat er om je heen is. En ontdek de tere planten en de tere groeisels. En realiseer dat je daar eigenlijk een enorm onderdeel van bent. Of wat kunst hier ook staat, gemaakt van allemaal spullen die gevonden zijn in de eihelling, die op het ogenblik op zijn gat zit en helemaal wordt vernieuwd. Maar die eihelling heeft een geschiedenis. En er ligt natuurlijk allemaal rotzooi die wij als rotzooi zien. Maar een kunstenaar ziet dat niet. Die pakt dat op. Want oude spullen zijn dragers van gebruik, van geschiedenis. Hoe bekijk je je omgeving, de stedelijke omgeving? Je ziet huizen, je ziet straten, je hebt daar een heel structuur heb je in je hoofd zitten. Ga eens kijken hoe het anders gaat. Ga eens al die blokken en al die verschillende constructies en lijnen, ga eens die anders neerzetten. Creëer je eigen omgeving, creëer je eigen stedelijke omgeving. Dat geeft een kunstenaar je ook. Er is ook een andere toon te zien in deze expositie. Het verdriet. De woede, de onmacht. Ook dat kan je vinden in de werk hier. De kritiek op het feit dat wij, de mens, wapens nodig hebben om controversie te beslechten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar er zijn ook dingen die hoop geven. Waar de souplesse van de mens wordt gevierd. Waar wordt gevierd dat je ook dansend door het leven kan. Waar je kan genieten van de kunst. Maar ook van de natuur, waar je doorheen kan lopen. Ook daar zijn hier dingen en kunstwerken waar je gebruik van kan maken en kan ondergaan. En je kan lachen. Kunstenaars zijn verhalenvertellers, hè? Dus dit is eigenlijk een enorm groot boek waar je doorheen kan lopen. Het eerste gedicht wat ik voorlees heet Het is zacht en het stinkt. Je ziet wit. Je belt iemand. Iemand zegt, je ziet wit. Iemand anders zegt het ook. Ze beginnen allemaal dingen in je dingen te prikken. Je krijgt zalfjes en een zuigtablet. Je slikt en smeert en stinkt. Vouwt je handen en roept zacht in het donker, de dokter. Je klikt hol, zeggen ze. Je houdt ook allemaal dingen vast. Vocht en vroeger. Iemand zegt je moet vechten. Iemand anders zegt je moet durven loslaten. Je pelt je vuisten open en probeert te spugen. Je stinkt nog holler dan eerst. Ook slikken gaat niet meer. Je voelt koud.
Iemand fluistert, ja, hij voelt koud nu. Iemand anders zegt, nee, dat is niet goed. Nee, ja, het kan snel gaan. Ze bellen iemand. Iemand komt en doet er verder het zwijgen toe. Dankjewel. Please.
The trees are growing big.